nieuwe kapitein aan de stoomboot Kade. Het pannenkoekenschip krijgt een tweede leven. Na 25 jaar gerund te zijn door Jan Vrielink, is het nu de beurt aan Jan Hogekamp om de boot een behouden vaart te geven en een nieuwe koers. Pannenkoek en partyschip de Liberté aan de stoomboot Kade in Meppel. Al jarenlang een begrip in de stad. De 118 jaar oude klipper die door Jan Vrielink naar Meppel is gehaald, nadat het over de hele wereld heeft gevaren. Er wordt besloten het op te knappen en er een restaurant in te beginnen. Ligplaats nabij het centrum, op het mooiste plekje van de stad. Uitkijkend op de Sluisgracht, waar je heerlijk kan eten. Ik kom er graag, al ruim 12 jaar en altijd met plezier. Vriendelijk personeel, lekker eten, altijd goed. Tot het bericht kwam dat Jan Vrielink het rustiger aan wilde gaan doen. Hij had het theaterrestaurant al van de hand gedaan en nu volgt het schip. Dat zorgde, samen met het onderhoud aan het schip op de werf, voor onzekerheid en spannende tijden. Het schip was immers weg van de kade. Een lege plek tot gevolg. Toch een raar gezicht. Blijft het schip behouden voor Meppel? Lukt het om een nieuwe eigenaar te vinden? Blijft de ligplaats aan de stoombootkade leeg? Ik vond het als trouwe bezoeker best spannend. Het schip is een icoon in Meppel. Iedereen kent het en zal er één of meerdere keren gegeten hebben. Ook voor het personeel dat altijd met veel toewijding werkt, erg onzeker. Gelukkig kwam afgelopen week het bericht naar buiten dat het schip behouden blijft. Met een nieuwe eigenaar op de vertrouwde plek aan de kade. Jan Hogekamp, eigenaar van het naastgelegen restaurant De Kade, wordt de nieuwe kapitein. Zo is een historisch en beeldbepalend schip van de ondergang gered. Een enorme opluchting voor Meppel, vooral voor het personeel. Als het onderhoud klaar is en er een nieuw likje verf op het schip is aangebracht, zal hij terugkeren aan de stoombootkade. En er wat veranderingen aan boord, naar verwachting in april weer opengaan. Op naar een nieuwe, mooie toekomst voor het schip. Slaat u straks weer aan boord?